Multinational IAM Gold, Rosebel Gold Mines, heeft over het afgelopen boekjaar een bedrag van $52 miljoen afgedragen aan de staatskas. Het bedrag bestaat uit royalties, inkomstenbelasting, statistieken, consentrecht, loonbelasting en dividend. Ten opzichte van het vorig jaar is dat een stijging van 16%. De cijfers zijn gisteravond tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering gepresenteerd door directielid Sharmila Jatnanan Singh. Het is heel belangrijk om aan te geven, de moeilijke tijden hebben we natuurlijk kunnen doorstaan door een aantal zaken, kostenreductie, maar het allerbelangrijkste is toch wel de inzet van onze collega's. Zonder onze collega's die dag en nacht werken, hadden we dit resultaat nooit kunnen bereiken. Daarnaast, onze collega's het allerbelangrijkste, maar de leden van de Raad van Commissarissen die te allen tijden met raad en daad het bedrijf hebben bijgestaan. Maar ook zeer belangrijk, de partnership die we hebben met de Republiek Suriname. Het is dankzij de inzet van de president, van de Republiek, van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, dat we nieuwe concessies hebben kunnen toevoegen aan het bestaand recht van exploitatie die we hebben op Gros Rosebel. En dat maakt dat we vandaag vol trots kunnen zeggen dat is dankzij het partnerschap, dankzij de inzet van mijn collega's, een deel van mijn collega's zijn hier. Het is hard werken, maar we zijn heel trots dat we met z'n allen nu kunnen aangeven dat we een bedrijf hebben gestoeld, duurzame zaken, zoals een aantal keren genoemd, kostenbesparende maatregelen, optimalisatie, verbetering daar waar er verbeterd kan worden, maar ook innovatie. Jatnanan Singh vertelt verder dat naast kostenbesparende maatregelen er ook investeringen zijn gepleegd. Het bedrag aan nieuwe investeringen bedraagt $60 miljoen. Er zijn verschillende zaken waar je naar moet kijken. De grote investeringen, maar ook gewoon kleine investeringen. Waterpomp, als het regent, moet je een waterpomp aanschaffen om je pits te kunnen ontwateren. Maar ook heel veel investeringen in de verwerkingsfaciliteit, de mil zelf. Daar hebben we ook veel geld in gespendeerd, ongeveer $8 miljoen. Toch in het verhaal van... We zijn listed in New York, maar ook in Toronto. Dus we kijken ook naar shareholders value. We hebben heel veel aandeelhouders van IAM Gold die kijken naar de resultaten. Dus je werkt aan het creëren van shareholders value. Je creëert aan die vermeerdering van waarde van de aandelen van je aandeelhouders. Tot zover directielid Sharmila Jatnanan Singh van IAM Gold Rosebel Gold Mines gisteren tijdens een algemene aandeelhoudersvergadering in de Royal Ballroom van Hotel Turarica. De multinational heeft een bedrag van $52 miljoen Amerikaanse dollar afgedragen aan de staatskas.